We're here after the show on Symphony in Blues with Snowy White, and he played four songs, and one of them was Bird of Paradise, which was never played live as I can remember on. Did you wait for it to have a proper backdrop of backline for it to play live? Well, when they asked me to do the show with an orchestra, I said yes to it, because I enjoy playing with an orchestra. I don't get the chance very often, and I thought maybe we'll just try Bird of Paradise as a sort of an instrumental, just see what it's like with an orchestra. So it's a bit of a sort of experiment, really. I think it sort of worked, but we needed more time to work on it, really. But it was enjoyable. I don't think I'll play it again unless I have another orchestra. But, I wanted to try it because, people wanted to hear it. So I think it was okay. You're renowned for your guitar work on Pink Floyd, but also live on Roger Waters, and he is very strict in time at the stage. Yeah. I heard you played on a metronome in your ear, so you can play according to the video. This is almost like, because you have a big band behind you, and you have to play with them accordingly. The drummer has a click track. I don't have a click track. I've only got it in a couple of places. I can turn it on and off. I've got the headphones in, but normally I use them as earplugs because it's too loud on stage otherwise. And then I just turn the click track on when I need it. But yes, it's a very tight show because it's all synchronized with the visuals and the sound effects. So it has to be the same every night. What made you play this show? Well, like I said, when they said, would you like to come and do some blues songs with an orchestra? I wanted to do it because it was with an orchestra, really. I don't normally do this sort of thing, but because it was with the orchestra, I wanted to try it out. And I'm really pleased I did. I enjoyed it. Song of your last album with the blues project, the Red Wine and Blues, the crowd loved it. They were extremely silent, and they gave you the attention you deserved. It's great that people do listen, because I play really quietly, and it's a bit different from a lot of guitar players who play really loudly. And so I think the audience are quite pleased to have a little bit of space, and that because of that they stop talking and they listen. And I find it nearly always happens, and it's very it's very encouraging to me when people listen. They're just quiet and they listen. And I can play really quietly and they still listen. It's really nice, Is that a reason that you missed the encore? You said, that's too loud for me. Exactly. I don't want to fight like that, It's pointless. I can't add anything to it. It's not my thing. So there's no point. Julian, de afloop van het Symphony in Blues. Laat me gewoon even zeggen, dan even je sportband bent geweest. Want zweet, het parelt van je hoofd af. Wat is je eerste reactie? Ja, mijn eerste reactie is, ik vond het niet alleen qua organisatie en qua idee fantastisch. Het orkest speelde grandioos. Het is voor mij sowieso een mooie dag, omdat ik een kleine 4 uur met Snowy White in de kleedkamer heb kunnen zitten. Dus ik heb het nodige kunnen vragen en kunnen die man zijn. We kwamen erachter dat de muzikaal op één lijn lagen. Ik vond de nummerkeuze van alle artiesten onderling fantastisch. Er was een sfeer gewoon op het podium tijdens de jam sessie. En ik was helemaal tevreden, want ik vond het echt geweldig. Ja. De
keuze was geweldig, maar ook het publiek deed netjes mee. Bijvoorbeeld was er doodstil moesten zijn, was het ook al, you can hear a pin drop fall, maar dat was ook echt. Absoluut, ik vond met name Snowy White in die hele zachte passages, dan merkte je gewoon dat zijn man ooit met Peter Green had gespeeld. En dan die weet gewoon wat de mosterd had. En ook tijdens mijn concert met die tribute aan Peter Green liep het gewoon voor mijn gevoel goed. En ik vond Anna Popovic bracht een fantastische versie, rauwe funk. Blues, respecten, invloeden. Ja, ik vond het geweldig. Iedereen deed gewoon, het was gewoon een grandioos concert. Ik had ook het idee dat de mensen het mooi vonden. Ik ben speciaal hier gaan staan voor de organisatie om te luisteren wat de mensen ervan vonden. Maar ik heb tot nu toe alleen maar goede dingen gehoord. Alleen van het was te kort. Nou, dat ben ik met ze eens. Want ik zal jullie eerlijk zeggen, jongens, je komt op, je speelt en je gaat weg. En het is echt maar 20 minuten. Het is veel te kort gewoon allemaal. Ja, ik denk als je jouw vragen volgende keer. Ja, absoluut. Ja, zeker. Ik speel ik aan de Menkweg, te weten. Hier stoppen wij dit interview. Dit was Symphony in Blues met een bezweten Union Sas. En wat wij kunnen zeggen, een fanatiek publiek en ook een tevreden publiek. I don't have no love.